Een zoektocht naar harmonie door politiek filosoof Dirk Verhofstadt en rechtsfilosoof Paul Cliteur is een interview van 400 pagina's. En dat is eigenlijk een groot voordeel, want daardoor kunnen ze heel diep op het onderwerp ingaan. Desondanks is het vlot geschreven, dat is heel prettig. En het is daarmee eigenlijk een Socratische dialoog, een filosofisch genre bij uitstek. Het onderwerp is de verhouding tussen staat en religie. Vanuit de vraag, hoe kunnen mensen met verschillende religies, verschillende overtuigingen en ook zonder religie, zo vreedzaam mogelijk samenleven? Zo harmonieus mogelijk, vandaar een zoektocht naar harmonie. En zij bespreken eigenlijk de verschillende mogelijkheden van een theocratie tot een staat die religie zelfs vervolgt en komen tot de conclusie dat in onze tijd, in een multireligieuze samenleving, dat de laïcité, de scheiding tussen kerk en staat, een strikte scheiding, dat dat de beste variant is. En ik vind dit eigenlijk een heel belangrijk boek voor politici, voor bestuurders, maar ook voor iedereen die nadenkt of debatteert over multiculturaliteit en over multireligiositeit. Die zou dit boek moeten lezen. Die zoektocht naar harmonie is inmiddels in onze tijd een hele urgente kwestie geworden. En ik denk dat dit boek kan helpen om daar antwoorden op te vinden.